luisteren. Maak dan daarvoor een applaus voor Michael Aswin Adin. Kameraden, kaders. Deze kaders gaan ons brengen richting de verkiezing. Kaders, wij staan hier vandaag niet alleen om elkaar te informeren, maar om ons elkander op te roepen tot actie. Als ik kijk naar de afgelopen 4,5 jaar, regering, wil ik alleen één ding zeggen. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Tijdens onze regeerperiode hebben wij één keer, bij wijze van uitzondering, het IMF erbij gehaald. We luisterden naar het volk en die riep weg met IMF. En we hebben gerespecteerd. We hebben geluisterd naar het volk. We hebben IMF netjes afgezegd, toch? We hebben ze netjes afgezegd. Maar wat zien wij nu? Chan en Co. U weet waarvoor Co staat, toch? Is dat je toch? Co staat voor companies. Soms staat het voor companies. Chan en Co. werken alleen met IMF. Toen gilden ze dezezelfde mensen op die zoontruk. Weg met IMF. En wij hebben ook in het parlement gezegd, mijn fractie, waarop we bijzonder trots mogen zijn. In de moeilijkste tijden heeft deze fractie van de NDP ons beschermd in de eerste jaren en eerste maanden. Een applaus voor onze fractie in DNA. Anders hadden die mannen ons gecriminaliseerd tot de grond. En in de fractie hebben we toen gezegd, een IMF-programma? Oké, waar is jouw plan? En dan ga ik u zeggen waarom het fout is gegaan. Toen we stabilisatieherstelplan maakten in 2016, hadden we een eigen plan. En we hebben IMF gezegd, kijk, dit is het plan. Dit is het plan. We hebben gezegd, als jij geen IMF-programma maakt voor 7 jaren, omdat wat gegroeid is aan sociaal, whatever, 40 jaar lang subsidie, wil je in 3 jaren weghalen? Dat wil zeggen, je hebt geen plan. Als je zonder plan naar het IMF gaat, gaat het IMF voor jou een plan maken. En dat is gebeurd. En daarom is het fout gegaan. Het IMF kan je de schuld geven. Maar het zijn deze onkundige mensen die een project hebben doorgedrukt. Binnen 3 jaar subsidie weg. Iets dat 40 jaar is opgebouwd. Dit zijn van die dingen die we moeten nadenken, die wij ook moeten herzien. Toen wij enkele uitzonderingen maakten voor onze kameraden, werd er geschreeuwd vriendjespolitiek. Maar vandaag de dag
wat zien wij niets anders dan family en friends die in weelde leven. Terwijl het rest van het volk, de rest van het volk gedegradeerd is tot paria's. En door hen die vanuit een ivoren toren neerkijken op het simpel en verarmd volk. Ze logen toch over salarissen. Ze logen over salarissen dat die niet betaald konden worden in 2020. Ze zeiden dat daarom was er een snelle regeringswisseling. Leugens. Het was uitzonderlijk dat na 10 jaar maandelijks betalen je durft komt zeggen. Na 10 jaar, we kunnen geen loonsalarissen betalen. Dat 10 jaar, 10 x 12, 120 maanden hebben we dat kunnen betalen. Dan willen je ons beledigen op die manier. Maar nu kunnen zij AOV niet betalen. Niet alleen AOV, maar ze zijn vaak laat met uitbetalen. Smaar ook een jaar, morgelijk een jaar. Nog steeds zijn die mensen niet betaald. En nu geven ze maximaal 20% verhoging. Terwijl in 5 jaren tijd je minimaal 600% loonsverhoging zou moeten krijgen. 600%. Want de koers is 500% omhoog gegaan. En met al die extra belastingen moet je nog 100% erop zetten. En je konanga, want chicken feed, lousy 20%. Heren, je hoort een heel vakbeweging nanga. Volk voor Suriname bezig nanga dat die een worst voorhouden om ons achteraan te laten rennen. En we hebben nog een uitzondering gemaakt. Bij wijze van uitzondering hebben we 2 leningen genomen. Oppenheimer. We hebben 1 lening staatsolie gered. Anders die na die staatsolie worden failliet. We hebben 2e lening genomen. Om al die energie en stroomachterstanden van de dam af te betalen. Nou, de dam die in aan de Fusranan. Onze dam kunnen we zeggen. Onze dam. En uiteindelijk, de regeerderstak, deze regeerders die ziet, betak, dat is fout, Oppenheimer is fout. Nu werken ze met Oppenheimer. En diezelfde 2 oude leningen zijn ze met die bondholders gaan bespreken. En wat hebben ze gedaan? Alle afbetaling van die 2 oude leningen hebben ze doorgeschoven. Doorgeschoven naar 2026 en verder. En zij dragen geen enkel last van geen enkel betaling. En toch, de Bari, en hoor maar voor de gek, van Apina die om die leningen, om de vorige regering. En die heeft alles weggeschoven naar de volgende regering. En wat nog erger is, die royalties van onze blok 58 staatsolie zijn verpand. Zij verpand, een grote mond had je, zagen we hier in die film. Verpanden, verpanden. Nu gaan al die inkomsten gaan eerst naar een kleine commissie, voordat het Surinaams volk ervan kan profiteren. Is dat geen verpanden? Onder onze regering waren uitzonderingen. Precies dat, uitzonderingen. En altijd in tijden van crisis. En in het belang van het volk. Oppenheimer is een mooi voorbeeld daarvan. Maar nu, uitzonderingen zijn de norm geworden onder deze regering. Uitzonderingen zijn de norm. Wat wij als uitzondering zagen, hebben deze mannen genoemd, hebben ze 10 maal erger gedaan. Alles wat wij uitzonderlijk deden, hebben ze 10 maal erger gedaan. Neem bijvoorbeeld Apost. Zou bij Ab naar kabinet-president op elkaar armoedebestrijding. Een paar miljoenen waren erin. Een paar miljoenen armoedebestrijding. Soms VP Amarali gebruikt als aan bus. Allerlei noodzakelijke betalingen. Een paar miljoenen waren er. Hetzelfde is nu. 100 miljoenen. Uitzonderlijk idee. Dat je tekens aan, die vererger als aan 10, 20 maal. Pakketten. Zwaar bekritiseerd. Uitzonderlijk gaven we aan de minst bedeelde lichten. We kregen een pakket. Het is noodzakelijk. Nu, familie en vrienden importeren basisgoederen met goedkope dollars, belastingvrij,
En in plaats van aan het volk te geven, wordt het aan die Chinese winkels verkocht. Met Takenjaya. Je kan het verifiëren. En ze worden flinke chow-chap maken ze daarmee. Ze moeten allemaal naar het volk toch, die basisgoederen. Importvrij, goedkope dollars. En dan verkopen ze het aan die Chinese winkels. Dan gaan ze straks zeggen, ja, met Takmalee. Alles is verifieerbaar wat ik zeg, dat weet u. Bij wijze van uitzondering. Hoe weet ik voorschot naar staatsolie, maandelijks om rond te komen. President Bouters heeft dat schuiven, middelen, alleen om rond te komen. Altijd op tijd betaald, eind van de maand, hoe bij salaris. Voorschotten van staatsolie, om de maandelijkse lasten rond te laten komen. En nu wordt alles weggesluist. Je pakt datzelfde ding dat we uitzonderlijk deden om ons te redden. En je sluit al dat geld weg. Alleen maar IMF-lening, tap de vieze reserve. Lening voor Trabangi, IDP, tap de vieze reserve. Dan waar is het geld van staatsolie? PCB, surfing. Adjerslik, staatsolie trouw aan bangin. Staatsolie te karol voor centrale bank, en pai man. Morgen ga je horen, staatsolie liever kritiek, het is niet waar. Maar we kennen de mensen die betaald zijn hoor. Reizen van minister Financiën toen, in de moeilijkste tijden van crisis, was het de bedoeling om middelen te gaan zoeken internationaal zonder IMF. Nu, toen werd het bekritiseerd toch. Nu wordt het OAS-kandidatuur propaganda gedaan met reizen. President in reis à la dol, snoepreisjes. Want diezelfde president zou het doen met Zoom toch en met virtual conference. Het volk, dat zei ik, uitzonderingen zijn de norm geworden onder deze regering. Het volk staat verbeesterd. En ze voelen zich alsof ze niets eraan kunnen doen. Maar 25 mei, ik kom, Brada Massa. Daar gaat er wel wat gebeuren, want daar kunt u wel wat aan doen. En drape, no een uitzondering oude. No een uitzondering tapa regel. Ode one regel no mo. We have one regel no mo, Sranamang. Weg voor eens, weg voor altijd. Met deze narcistische, antisociale bende van ellende. Dat de oude regel. No een uitzondering. We win side. Zal storm oesten. Het kwaad straft zichzelf. Maar we gaan nu aan onszelf moeten werken. Tante Jenny heeft het gezegd, voorzitter. Wat gaan wij doen om het beter te maken? Hoe gaan wij dat doen? Wij moeten leren uit de ervaringen. We moeten tonen de eenheid in die partij. En daarna moeten wij ons niet meer laten afleiden. Ervaring heeft ons geleerd wat geld met mensen kan doen in de politiek. Zover dat zij elkaar kunnen verkopen, elkaar stoelpoten kunnen doorzagen, hun partij kunnen verraden en als ze aan de macht komen, het land verkopen en landverraad plegen zoals nu. Om geld, aanzien en macht. Wij moeten intussen al geleerd hebben, mensen. En Jaja en de Pierre Sabdes aan dit. Alleen onze ideologische basis en onze vorming. En onze toewijding aan deze ideeën. Zullen ons preventief beschermen tegen corruptie en wangedrag. Daarom is de breedte tak voorzitter dat wordt. Wat een ethische code. Ik vraag voorzitter. Dat wij de ideologische toewijding naar de ideeën ook erin zetten. Het decolonisatieproces als een van de sterkste pilaren ook daarin zetten. En de anticorruptiecodes voor de partij waarin wij zullen committeren ook erin zetten. En we feliciteren de partij, naar voorzitter, voor de aanname van de gedragscode.
Maar wat wil het veld, zeiden we in het kader. Moet daar een pripoor zo. Het veld eist nu hard de eenheid naar buiten toe moet te zien zijn. De eenheid in de partij naar buiten toe moet te zien zijn. Zonder achterbaks denken. Van derden die ons indigneren, ook sommigen tussen ons. Die elkaar die ons uitspelen tegen elkaar. Die alleen op geld en posities uit zijn. Dat zegt het veld nu hoor. Want er wordt verlangd naar eenheid onder de volkeren in dit land. Om dat terug te brengen. Daar is maar één licht in die tunnel waar men naar kijkt. Die Bromtjitjari, one and only NDP. Dan zijn wij toch degene die eenheid als eerst moeten tonen. Lobby gema kandra, lobby gema masranang. Lobby gema srefi. We hebben maar 8 maanden te gaan. Laten wij ons niet afleiden. Niet laten afleiden. In die partij ook niet. En ik vraag volk van Suriname, laat u ook niet afleiden. Niet afleiden door fake news. Het is toch ironisch dat een partij die fake news gestart heeft in Suriname, een app heeft gelaunched om fake news tegen te gaan. En ten nou je verspreidt alle fake news. Brangasa, gaan wij ons laten afleiden door die plaatjes in het paars? Nou, zo met die tekst, nooit meer lezen aan jullie. Paarse plaatjes met zoveel tekst. Een heleboel fake news, below the belt, smaadlaster om ons af te leiden. Zo denk, bijna mijn oom eki kader, het briept in nonsens dat. Het volk is afgeleid geworden in 2020. Door leugens. En wij verliezen die verkiezing. Maar wat is gebeurd met het volk? Het volk verliest haar inkomen. Het volk verliest haar toekomst. Het volk verliest duizenden die gestorven zijn door slechte gezondheidszorg en beleid. En velen verliezen hun thuis voor degenen die weggetrokken zijn uit het land. Wij laten ons niet meer afleiden. Als zij die geen hart hadden in de moeilijkste tijden. Voor het volk zullen zij alleen nog maar hun eigen zak en hun eigen klik, Chan en Co. zullen ze dienen. En ik zeg, ze gaan komen bij ons met die mentaliteit toch. Tje poti, anomi, abete a vorige regering mentaliteit en die verhaaltjes. Als ze in 5 jaren niets hebben kunnen oplossen, Bradangasa, midden in de storm, eerst aan zichzelf gedacht hebben. En in plaats van als een goede ouder, eerst hun gezin, het volk van Suriname, beschermd zouden moeten hebben, dat niet doen, dan zeg ik, deze despoten zijn de ergste voor hen. En ze hebben niets voor over voor het volk van Suriname. Afsluitend ervaring. Ervaring eleruno. Dat stesma elip en las bribi, las hopo. Dan zeggen ze als die regering, ze hebben geen vertrouwen in die regering. Weet u wat ze dan zeggen? Wat ik vaak hoor. Ja, maar als je niet werkt, ga je niet eten. Maar ze vergeten te zeggen dat als je een regering hebt die het zinloos maakt voor mensen die werken hard omdat ze daarna alles van jou afpakken en het onmogelijk maakt voor jou om te eten en mensen zo het land verlaten. Nee, het is tijd om ons huis Suriname terug te claimen. Suriname moet weer ons thuisgevoel geven. Waarin ieder wil wonen, waarin ieder wil werken, waarin ieder oud wil worden. Laten wij bidden, laten we strijden, zodat we weer een Suriname opbouwen, waar het wederom goed en zalig toepen zal zijn met Takugantrangi.
Ik